Het werkt gewoon niet. Je kan niet voor een dubbeltje op de eerste rij zitten. Drie grote organisaties die op dit moment de jeugdbescherming en jeugdreclassering regelen, willen voor 2019 geen nieuw contract afsluiten met 25 gemeenten in onze provincie. Ze vinden dat dat te weinig wordt betaald en tegelijkertijd moeten ze een uitgebreidere urenadministratie gaan bijhouden. Als die dan afhaken omdat ze geen fatsoenlijk loon kunnen betalen, de kwaliteit niet kunnen borgen en eigenlijk allemaal op hun achterste benen staan, ja, dan is er wel wat aan de hand. Tijdschrijven maakt en ook minder geld maakt dat het nog minder aantrekkelijker wordt om te werken in de zorg. En er zijn al zo weinig jeugdzorgwerkers. Dus ik maak me daar ernstig zorgen over. Eerder deze week protesteerden jeugdzorgmedewerkers in Den Haag om duidelijk te maken dat de maat vol is en er meer geld bij moet. In andere regio's zie je de prijzen omhoog gaan. In onze regio met die vijf anderen erbij gaat het naar beneden. Dus van Den Helder tot Laren en Hilversum vind ik niet oké. De jeugdzorgorganisaties hebben de afgelopen maanden diverse keren bij de gemeente gewaarschuwd. Zo blijkt uit correspondentie in handen van NH Nieuws. Maar zonder resultaat, waardoor er nu een padstelling ontstaan is. Dat betekent dat bij die drie aanbieders er geen ondertoezichtstellingen plaats kunnen vinden vanaf 2019. De jeugdreclassering in het gedrang komt. En dan is de vraag, waar gaan we met die kinderen heen? Nou, dat is natuurlijk een hele zorgelijke situatie. Is het wat u betreft de laatste keer dat met 25 gemeenten op deze manier zo'n ingewikkeld proces wordt ingegaan? Absoluut. Ik vind het echt niet werkbaar zo. Dat moet echt anders in Nederland. De zorginstellingen en een aantal van de verantwoordelijke wethouders hebben we ook om tekst en uitleg gevraagd. Maar zij willen vooralsnog niet reageren omdat ze achter de schermen nog met elkaar tot een oplossing proberen te komen.